aankomende nacht wordt eindelijk weer nachtvorst verwacht. Voor veel koukleumen is dit geen prettig nieuws. Maar de 52-jarige Cortas uit Rozenburg ziet niets liever. Voor hem kan de daling van de temperatuur niet hard genoeg gaan. Hallo? Goedemorgen. Goedendag. Dag, hallo. Goedemorgen. Wat doet u hier precies, meneer Tas? Wat ik hier precies doe? Ja. Lekker rustig op de Fokkerplas slapen. En waarom? En dan in de ochtend hoor, de vogels maar. Mijn voeten zijn hier weer bezig, dus... En andere vogels. Vandaag is het een beetje bewolkt, maar is ook wel eens leuk. Hier kun je zelfs min 8 graden mee overleven. Oh. Daar ligt het om. Het is een primitieve kruik. De plankjes even opzij schuiven. Houdt u het weer goed in de gaten? Het meer? Het weer. Het weer. Mijn hele leven al. Dat zeg maar vanaf mijn 15e jaar. 12e jaar kwam voor de eerste keer achter dat hele sterke Russische hoge drukgebieden waren. Scandinavische. En die moeten ons vrieskou leveren. Hoe komt het dat u het weer zo interessant vindt? Nou, om 18 jaar heb ik mijn eerste ijstocht gemaakt. En dat is een complete verslaving geworden. Diep zwart ijs is het mooiste wat onze lieve Heer geschapen heeft. Daar droom ik van. Zo mooi vind ik dat. Dit is windrichting, dit is bewolking, luchtdruk, temperatuur, minimum, maximum. En hoe lang houdt u dat al bij? 1975. Dus ja, toen begon het gekriebel al. We hadden een aantal zwakke winters gehad. Goh, we hebben een slechte periode gehad. Ik wil er even één ding laten zien. Zo. Wat is dat? Een televisie. Ik ben de enige in Nederland met een televisie aan boord op een roeiboot. En wat kijkt u dan? Ja, teletext natuurlijk. Naar het weer? Ja, die moet ik opschrijven. Werkt jouw anti-rimpelcreme echt? Nou, wat de afgelopen nachten schrijf ik allemaal op normaal dit, hè. U schrijft het allemaal over? Ja dit. Maximum, minimum temperatuur, neerslaghoeveelheden en zonuur. De Fokkerplas, 10 jaar geleden, 10 centimeter ijs, laatste schaarsdag, was 10 centimeter dik. Heb ik een schots eruit gehakt en in de vriezer gestopt. En telkens moet ik eens een keer ontdooien die koelkast. En dan stop ik... Kijk, dit is 10 jaar oud ijs, zie je? Dit is het echte. Ja, dus echt... Hoe kouder, hoe beter, hè? Kijk maar naar de ijsdikte. Zie je? Nog 10 centimeter ijsdikte. Overgebleven van 10 jaar geleden. En waarom heeft u dat bewaard? Nou, als ik een beetje depressief ben, dan pak ik dat ijsblok. Want ik heb hier zeker 100 keer overheen geschaasd. Ik ben vrij precies over het midden waar je ook die film hebt gemaakt, van die Fokkerplas. En 6 jaar daarna hebben wij geen... Sterke winters meer gehad. Ik heb 6 jaar niet op de Fokkerplas geschaast. En dan haalt u dit ijsblokje nog uit. Ja, en dan kijk ik weer even. Kijk eens even. Hier hebben we op kunnen schaatsen. Hier kan bijna een auto op rijden, hè? 10 centimeter. Ik stop er weer snel in, want anders ontdooit hij. Hij moet nog 20 jaar mee, hè?